Donnie, een punt vandaag hier in Eindhoven. Het belangrijkste, je bent weer terug. Hoe was het om terug te zijn? Ja, altijd goed. Jammer genoeg werd het nog 1-1 natuurlijk. Dat was balen, maar ja, het begin is er in ieder geval. En ja, de eerste minuut heb ik weer kunnen maken, na een tijdje eruit. Met welk gevoel stap je vandaag van het veld? Nou, wat ik al zei, is het natuurlijk kloten dat, dat je die voorsprong weggeeft, onnodig. Ja, ze krijgen eigenlijk één kans en ja, die zit tenminste op dat moment en ja, die zit erin. En ja, dat is zonde dat je dan even niet goed staat en dat je het weggeeft. Je zegt ze kregen één kans, het was onnodig. Wat ging er precies mis bij het doelpunt? Ja, volgens mij stond op dat moment stapte iemand door in het centrum en ja, stonden we 1-1 en dat was niet goed. En ja, één momentje en dan straf het gelijk af. Het is natuurlijk ook zo dat je er vandaag maar één maakt. Hè? Je komt verder niet tot scoren eigenlijk, wat voorgaande wedstrijden wel lukt. Is het dan ook nog iets dat je andere dingen aan kan rekenen vandaag? Nou, ik denk dat we best wel een aantal goede kansen gehad hebben. Eerste helft ook vooral. En ja, die gaan er niet in en dat is ja, zonde eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. En de tweede helft maak je toch 1-0 en ja, dan moet je het eigenlijk moet je hem over de streep trekken. En dan geef je toch nog die goal weg. Jij bent weer terug. Dat betekent dat het middenveld zoals vandaag begon misschien wel wat gaat veranderen. Hoe kijk jij aan tegen Martinez, Alvarez en Promes op het middenveld? En ja, hoe zie jij de toekomst daarbij? Nou, ik denk dat ze het goed gedaan hebben. En, een sterk blok. En ja, daar kijk ik zeker positief tegenaan. Die hebben het gewoon goed gedaan. Eén punt dus vandaag. Betekent dat, is er misschien een morele winnaar? Nou ja, in ieder geval proberen wij natuurlijk het, ja, wat we vooraf verwacht hadden, het initiatief te hebben en het spel te maken. En ja, uiteindelijk ja, wordt het 1-1 en ik denk ja, dat we het onnodig eigenlijk nog weggegeven hebben. Maar oké, 1-1 ja, is niet het resultaat dat je wil. Je gaat altijd voor de winst, maar ja, je kan ook niet zeggen dat het heel slecht is. Wat valt er te zeggen over het verschil nu tussen jullie en PSV? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig te zeggen. Ik denk dat we allebei gewoon een hele goede ploeg hebben. PSV ook, goede spelers. En ja, die hebben wij ook. En ja, dan we zijn onze concurrenten natuurlijk ook gewoon. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!